Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is weer prachtig mooi weer. Maar ik wens jullie als eerste een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Het is vandaag dinsdag 9 april en het is 12 minuten over 1. Ja, de diertjes hebben allemaal al eten gehad tussen de middag. Ik zit nou net aan mijn lunch. Ik moet vanmiddag om 3 uur moet ik weer bij de psycholoog wezen. Rebecca die zou komen, maar die heeft afgebeld. Ik zeg, dat komt mij ook wel zo goed uit, want ik heb knallende hoofdpijn. Die is er nou weer gezakt gelukkig door de medicatie en doordat ik even op bed ben blijven leggen. Rebecca die was ook niet in orde en die zegt, ik leg ook nog op bed, vandaar. Dat zij had ook niet zo'n leuk bericht, dus dat heeft ze ook gelijk verteld. Nou ja, dat is niet fijn. Als het niet heeft aangepakt, nee. Dat, vind het jammer voor haar, maar ach, ze proberen het weer. Dat zei ik zo. Maar ja, je zit toch dan even niet lekker in je vel. Ik begrijp dat helemaal, ja. Jij ook, hè, Frodo? Jij begrijpt het ook, hè? Je gooit je kussen weer op de grond. Zo. 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 Kan je. Dat ja, lieve vrienden, het is echt inderdaad heel mooi weer. Ewen zit dadelijk te smikkelen. Nou, en ik heb mijn broodje ook klaarstaan. En koffie, et cetera. En ik ga daar lekker van genieten. En eventjes proberen kalm aan te blijven doen. Ik ga maar een spelletje doen, want ja, ik moet 3 uur krijgen. Het dus heel zwaar, hè? Bij je psycholoog heet het altijd. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet maar. Ik, als ik bij de psycholoog... Ik neem jullie trouwens mee met de GoPro, ja. Want ik ga, als ik bij de psycholoog ben geweest, ga ik even naar Action toe. En dan, ik wil zo tank kopen waar je schoonmakers in kan doen. En dat je even 1 keer pompen moet en dat je dan je hele tank in sproeit. Ik vind nou zo'n klein handdingetje, nou je blijft pompen. Dat is echt niet te doen. Dus ik wil kijken wat die dingen daar kosten. Er werd mij verteld door mijn begeleider van Cirello dat ze daar ongeveer 6 euro zijn. Dus ik wil even kijken, ja. Niet geschoten is altijd mis. Nou en dan even door het kwelde duin, even door de natuur. Eventjes heerlijk, ja, dat is wel fijn. Dus ik neem de GoPro mee en ik zie wel wat we doen. Ja toch, komt allemaal goed. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik doe het eventjes zo. Is weer eens even wat anders, toch? Ja, ik sta klaar om weer mijn booster uit de schuur te gaan halen. En dan gaan we die kant weer gezamenlijk op. Dat ik wens jullie... Een hele plezierige rit samen met mij. En dat zal wel lukken, hoop ik. Dat ik zeg, tot later, wanneer we weer thuis zijn, zou zeggen. Doei!